In een tocht van 4 dagen zeil ik van Herkingen heen en weer naar Vlissingen via deze route. En onderweg leg ik aan in Hoedekerskerke, Vlissingen en Cats. In dit deel 1 vaar ik van Herkingen naar Hoedekerskerke. In de 3 video's zal ik wat extra aandacht besteden aan de veerdiensten op de door mij gevaarde route, waarvan je hier die van de PSD ziet. Ik maak daarbij ook gebruik van eerder gemaakte beelden, omdat dat een min of meer compleet overzicht oplevert. Dan op weg! Nou, dan kom ik alweer in de buurt van Bruinisse. De vakantie is voorbij, zoals je kunt zien. In het vaargebied dat je net zag, waren volgens de kaart uit 1903 vaarverbindingen van Herkingen en Battenoord naar Bruinisse. Dat waren wellicht zeilende beurtschippers. Mogelijk zeilde deze tjallak trouwens ook uit Herkingen op deze trajecten. In Bruinisse was er in ieder geval een veerhuis dat je in het midden ziet. Er zit nu een café. Ook in de sluis is het rustig. En ik vaar weer op het zijpen. Bij dit baken ligt de oude veerhaven van het veerzijpen aan de Jacobapolder. Dit zijn de oude opstelvakken voor de auto's. In Bruinisse is een restaurant waar de oude brug van de laatste veerboot in gebruik was als rookhok. Aan de overkant zie je dit met het oude bruggenhoofd van de steiger naar de veerboot. Daar staat ook dit informatiebord met een afbeelding van een oude veerboot. Nu vaart hier een fiets- en voetveer. Dan kom ik bij het oude haventje van Vianen, van waar ooit een veer naar Tholen voer. Ik heb het grootste toch maar weggehaald. Het moest een beetje relaxed blijven voor mij. En ik kom nu bij de ingang van het Brabantse vaarwater. Ja, daar liggen de zeehonden dus. Een beetje ver weg nu. Maar inzoomend zie je toch dit. Ik kom nu bij de monding van het kanaal door Zuid-Beveland. En dat gaat naar Hansweert. Het is zo'n beetje laag water, dus ideaal om onder de bruggen door te zeilen.
En we hebben een blauwe lucht met een zonnetje. Dat is lekker. Ik denk dat ik hier ook wel onderdoor kan. Ja, dit is gewoon genoeg. Alleen die golven moeten niet te hoog zijn. Nadat dit binnenvaartschip de sluis was ingevaren, ging de deur dicht. Terwijl mij toch door de sluiswachter beloofd was dat ik ook mee mocht. Ik heb hem dus weer opgeroepen en hij zei dat hij de deur was aan stoppen en dan kon ik door het overgebleven gaatje naar binnen. En zo is het afgegaan. Dat had je moeten filmen, Tanno, want dit gelooft natuurlijk niemand. Ik denk dat hier het veerbootje naar Perpolder vertrekt. Vroeger vertrok van hier een veerboot van de PSD naar Walsoorde. En dit is het huidige fiets- en voetveer. Het oude havenlicht staat nu op een rotonde in Hansweert. Om de hoek ligt een inham waar ooit een scheepswerf lag. De werf kocht een houten sleepboot van de Amerikaanse marine die er mijnen mee veegde op de Westerschelde. Na verloop van tijd kwam de sleepboot hier terecht en van het wrak is dit nu nog over. Er is ook een informatiepaal. Op die paal kun je zien dat de passagiers voor de veerboot die je eerder zag met een stoomtram vanaf de spoorlijn naar Goes langs het kanaal naar de veerstijger vervoerd konden worden. De wind is inmiddels aangetrokken tot windkracht 6 en de voorspelling was 4. Kerkje van Hoedekerskerke. Ik kom nu bij het haventje van Hoedekerskerke, waar deze oude spoorwegwagon staat waar een restaurant in zit. Dit is een eerste teken dat Zeelerwee hier zal overgaan in Reelerwee. Ik heb altijd gedacht dat ik hier niet terecht kon vanwege ondiepte, maar daar lijkt geen enkele reden voor te zijn. Je moet wel tussen 3 uur voor en na hoog water door de ondiepe geul naar binnen. In de haven zelf blijft meestal wel 2 meter staan. En dan ga ik aanleggen. Dit zijn de oude steunen van de aanlegstijger van het veer naar Terneuzen. Bij het aanmeren van de laatste veerboot uit Terneuzen in 1953 viel het eerste dodelijke slachtoffer van de watersnoodramp. Rechtsboven zie je de veerboot Koningin Emma. Op deze veerboot heb ik ooit meegevaren naar Terneuzen. Ik trof hem in Scheveningen als sportvisboot.
Achter de dijk zie je het kerkje van Hoetekerskerke en het dak van het seinhuis bij het spoor van de stoomtram naar Goes, die aansloot op de veerboot. En die stoomtram komt er net aan. De huidige locomotief is in 1945 in Normandië aangevoerd door het Amerikaanse leger. Maar er is hier nog meer dan een stoomtram, want naast het station ligt deze minispoorbaan. Ik heb natuurlijk ook nog even rondgekeken in Hoetekerskerke. Vermeldenswaard is nog dat in het wapen van Hoetekerskerke 3 hoeden voorkomen, zoals je ziet op deze gevelsteen, met ook nog 9 hermelijnenstaartjes. Ook in de vlag zit een hoed, maar de naam Hoetekerskerke heeft niets met hoeden te maken, maar is afgeleid van de heer Odekijn, die hier een kerk stichtte. En dan valt de avond en eindigt deze video.